wij zijn op pad geweest, want de nieuwe producten van de Aldi waren er. En moet je kijken, de knetterrotjes. Ik ben heel erg benieuwd hoe ze zijn. Ik denk dat ze niet zoveel voorstellen, maar lijkt wel gips. Lijken in nitraten dan. Echt, hè? Moet je kijken dan. Dit zijn ze dus. Lachen. 4 euro voor 80 stuks. Echt zo'n slof, dat is wel vet. Ja. Er lijkt bijna geen kruid, man. Het lijkt ook echt gewoon rotjes dit, hè? Dat zijn ze ook. Moet je kijken. Maar ik denk niet dat ze zoveel voorstellen, hoor. Maar we gaan gewoon even stoken. Lijkt net fles dit. Mooi. Maar ze lekken ook geen kruid, niks. Dat is wel ziek. Goede kwaliteit. Zeker, en hard. In ieder geval, er zitten dus 80 stuks in een doos. Voor 4 euro. En deze zijn dus nieuw. Die zouden 13 december uitkomen. Een grappig verhaal. Wij wilden ze kopen. En ze waren al uitverkocht binnen een uur. Maar ze hadden er nog 2 achter liggen voor iemand anders die gereserveerd was. En toen vroeg ik van, alsjeblieft geef die mee. En toen zei die vrouw, weet je wat, ik geef hem gewoon mee. En daarom hebben we ze gekocht. We hebben ook een nieuw pakket gekocht. Moet je kijken. Die is vies omdat hij op de grond lag. Het is een beetje geschud. Dat is het nieuwe pakket. Ik denk niet dat het heel veel voorstelt. Maar ik wil jullie toch het nieuwe vuurwerk laten zien. En daar hoort ook dit pakket bij. Het meeste is gewoon net vorig jaar. Alleen zitten een paar. Volgens mij zaten deze er vorig jaar niet in. Nee, maar dat andere pakket is er ook nog, hè? Ja. Ik denk dat deze gewoon nieuw is. Gewoon een beetje, weet je, gewoon van alles wat. Een nieuw label. Dus we gaan even checken hoe deze is. 132 stuks zitten erin. Nou, ik ben benieuwd. Dus daarom gaan we ze even uittesten. Op de vertrouwde locatie van het schoolplein natuurlijk, altijd van de oudjaarscompilaties. We gaan gelijk even stoken. Nou, steek maar het eerste rotje af. Heb jij een torch? Ja, zeker. Aan jou de eer, man. Nou, ik zou zeggen, officieel moeten ze rechtop staan. Dat gaan we even doen. Kijk wat het verschil is. De eerste knetterrotje. Ik vind het net FV3. Vlammetje van tevoren. Mooi. Maar wat dit stelde niet... Hij was wel erg kort in ieder geval. Ja, dit stelde niet heel veel voor, man. Hier, de volgende. Oh, je hebt het gewoon om, hè. Ah, dat stelt niet zoveel voor, man. Dat valt mee, ja. Of een kleine stooksessie die kant op doen. Ja, man, doe maar. En dan gooien we zo meteen ook even een hele doos in één keer. En dit is dus officieel niet de bedoeling. Knetterrotjes. Hoort er allemaal knetter van, joh. Wat loop jij nou weer te knetteren dan? Hey, luister dan. Morgen Tsjechië compilatie online, jongens. Om 12 uur. Echt een hele zieke kompie, man. Kijk, we deze ook kunnen gooien. Beetje laag. Ik kon ook heel mijn hand vol. Hier lijkt net FP3, hè? Vlammetje. Zo even dat pakket doen. Want die knetterrotjes, ja, zijn wel lachen. Zo, kijk hoe dat eruit ziet, gek. Het is helemaal door elkaar heen gegaan. Ja. Oh, zo, hij maakt het pakket even kapot. Alles ligt er los in. Heel pretpakket. Hoe duur was deze ook weer? Dan 8 euro, toch? Ja, zoiets. 8 euro. Ja, dat vind ik wel iets te veel voor zo'n klote pakket, maar... Voor de lol, toch? Een beetje voor de lol. Even kijken, hoor. Op deze winterochtend. Moet je kijken hoeveel kruid lekt. Ja, die is dan wel weer minder. Van die soort knettertonnetjes of zo. Wil jij een torch van mij? Nee, deze nog. Ja, die moet je officieel rechtop zetten, jongen. Ben niet... Officieel? Anders is het niet veilig. Die weigert al. Luchthuilers, de gevaarlijke. En geloof me, zo, die gaat ineens aan daar achter je. Oh, wat? Hoe dan? Oh, wacht. En weet je hoe gevaarlijk deze zijn? Die gaan alle kanten. Voedzoekers van de Aldi.
verandering van de babypijlen, jongens. Heb jij even een torch voor mij? Ik weet niet waar die is, man. Lachen! Hier? Gaan we gelijk door natuurlijk. Even kijken, de knetterballen XXL. Benieuwd of dit de oude of de nieuwe zijn? Klopt, ik ben echt... Ik hoop dat dit nieuwe zijn. Checken? Nee man, de oude. Nee, volgens mij wel een nieuwe man, denk ik. Oude toch? Nee, daar zitten sowieso... Nee, dit zijn volgens mij nieuwe. Nee, oh, man, nee, wel oude. Oude, joh. Ja, want tegenwoordig zit bij die nieuwe zit ook een papiertje omheen namelijk. Echt, maar ik zag deze zag er wel uit alsof het er los in zat. Kijk, zit zelfs plakbandje mee. Dus deze knetterballen XL. Kijk hoor, jongens. Ja, ben je er klaar voor? Het grote geschut. Een XL knetterbal. Dat zijn de goeie. Zo! Hey, die ging echt wel hard hoor, vriend. We hebben een grondbloem en daarmee gaan we dit hele pakketje tegelijk doen. Hier wordt je. Ik gooi er gewoon lekker twee in. Wel, kijk uit voor de. Het zal wel even iets verder zitten. We hebben er wel wat uitgestookt, maar ik ben benieuwd of het lukt. Een paar grondbloemetjes erin. Heb je die nou ook al verpest? Gaaf. Dat kan niet, jongen. Dan. Ja man, die gaat er in één keer in? Die gaan sowieso al. Steken elkaar af. Ik geef ze. Nou. Ja, geef mij maar knetterlint, man. Ja, die zijn wel beter, hè. Kijk, joh, kampvuur. Mooi. Nou. Lekker laten uitfikken. Lekker warm, jongens. Is ook gelijk het afval weg. Dus ik had één happiness, noem ik ze altijd. Volgens mij zijn het ook gewoon dezelfde soort. Happinessjes, goeie. Zet hem maar rechtop. Zo. Aardige kracht. Best ook. Mooi. Rechtop. Oh, nou. Ho, ho, ho. Dat is niet veel. Wacht. Hey, moet je kijken, volgens mij zien die grondbloemen wat kleiner, man. Kijk. Ja, die kat 1 is volgens mij ook klein hoor, die tolletjes. Ja man, minder krachtig. Mini grondbloemen. Hoe kan dit dan? Ik probeer deze nog even. Maar ik heb ook nog eentje in die auto, toch? Ja, hij doet het. Yes. Ja, die zijn kleiner, man. Ja. Het gaat vanavond sneeuwen, zeggen ze. Het is ook super koud, hoor. Hoppa. Oh, mijn vingers weigeren gewoon. Wat grondbloemetjes. Besef, over 13 dagen mogen we het vuurwerk al halen. Man. 13 dagen, gek. Knetterlinten uit dat pakket. Ratellinten. Ja, het zijn natuurlijk gewoon dezelfde. Doen we daar gewoon PTD-stijl, gewoon alles even? Wij wel. Ik gooi maar eens iets verder, ja. Ah, dat gaat wel alles, joh. Voetzoekers. Hoezo noemen ze dat eigenlijk voetzoekers? Omdat ze alle kanten gaan. Ja, maar dat is toch... Dat is dat valt niet, reuze mee. Dat is toch niet positief voor de... Kijk jongens, voetzoekertjes. Ja, doe jij het maar, man. Als je wil. Dan film ik het wel gewoon. Kijk hoor.
je aanstikkertje? Uiteraard. Uiteraard, jongens. Food suitcase. Gaan we er ook vallen vier tegelijk? Ja, man, doe maar, man. Wat jij wil, jongen. We hebben een air food zoeker. Het is jouw dag. Kijk. Even de entree. Gevaarlijk, hoor. Nee. Oh, is er echt serieus één gegaan? Gaat de rest ook? Hey, deze zijn wel veilig, man. Hoe onvlambaar is het? Nou niet. Zo. Oké. Mooie vlam, man. Dat is dus het nieuwe aan die dingen. Yes. Toch hadden ze het. De rest? Dacht ik. Kijk, zo hoor je die. Zo doen we dat. Oké, die andere is tof al. Ja, wel dik hoor. Deze zijn wel veilig, man. Dit is dik. Vlam op de laatste. Oh, moet je kijken dan. Verschillende kleuren ook, hoor. Ja, deze zijn ook nieuw dit jaar. Die vlam ja, die zijn vorig jaar niet. Inderdaad, die zijn ook nieuw. Het volgende geschut. Zo, flitsers. Gaan we een hekskringetje maken. Ja, cool, cool. 20 stuks, jongens. We doen het graag in één keer goed. Oh, mooi. Van die, kijk, lijkt net van die crackpellets of zo. Mooi. Maar dan gaan we niet moeilijk doen. Gooi ze gewoon lekker bij elkaar. Lekker in de zon. Hoppadee. Perfecte plek. Lijkt net snoepjes, man. Dat ik het ben. Van die snoepjes die je bij zo'n Chinees wokrestaurant krijgt. Ja. Je weet toch? Ik weet niet wat snoepjes jij krijgt, niet? Ja, dit soort snoepjes, man. Jongen, jongen, jongen. Ja, wat het is. Maar dit zijn hele andere knetters dan die van die knetterbal XL. Ja, die zijn wel wat zachter. Nou, dan gooit hij even een knetter. Ik denk niet dat veel helpt, maar... Okay. Het gaat vanavond sneeuw, hè? Ja, dacht ik al. Zo, die staat mooi. De bucketlist. Die staat echt mooi, man. Die schiet ook weg, denk ik. Het is serieus maar één af? Nee, toch? Nou, dat was het ook weer. Happy New Year. Ik ben niet allemaal op, maar wel. Nee, man. Even alles opruimen en dan gaan we er even vandoor. Morgen om 12 uur komt er een Tsjechië stookcompilatie online. Ik weet dat jullie er allemaal op hebben gewacht. Dus ik hoop dat jullie morgen ook om 12 uur klaar zitten. En daar kunnen jullie op wachten met veel harde knallers en zware dingen. Oud en nieuw komt echt aan. En laat even in de reacties weten of jullie knetterrotjes hebben kunnen bemachtigen. Want ik weet dat heel veel Aldi's heel weinig op voorraad hadden. Ja, en als je dan mensen krijgt die heel veel kopen, waar niks mis mee is. Maar dan is ook gelijk alles weg. Dus laat even weten in je reacties. En dan zie ik jullie morgen weer, primetime, om 12 uur. Stookcompilatie Tsjechië. Later.